Gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is dag 4 van de Budget Challenge. En je hebt het vast en zeker gemerkt, dag 3 heb ik niet gefilmd, dat was gisteren. Onze jongste die vierde zijn kinderfeestje en het was echt heel erg hectisch gisterochtend. Ik dacht van nou, ik heb alles wel een beetje in kan en kruiken, maar dat was dus niet. Dus ik ben nog best wel eventjes bezig geweest om alles helemaal in orde te maken voor het feestje. Hele snelle lunch, boterhammetje op de vuist. Uiteindelijk kwamen de kindertjes, hebben een heel erg leuk feestje gehad. Ik had poffertjes op tafel staan en ik had mini pizza's op tafel staan. En volgens mij waren de kleuters allemaal zo onder de indruk van alles wat er gebeurde de hele dag. Dat ze ja, amper gegeten hebben. Het buikje zat zo vol namelijk. Dus wij hebben hier met z'n allen een beetje zitten pikken van de poffertjes en van de kleine pizzaatjes, komkommertjes, tomaatjes. Ik had allerlei dingetjes op tafel staan. Ik zal je eventjes wat foto's laten zien van het feestje. En zoals bij een echt politiefeestje hoort, hoorden natuurlijk ook donuts. Die had mijn moeder gisteren gehaald en ze had nog eieren voor mij gehaald. Totaal bedrag van 7,30 euro die ook nog op ons lijstje komen te staan. Dan gaan we door naar vandaag. Vanmiddag heb ik ook niet gefilmd. Ook weer een hele eenvoudige lunch. Gewoon een boterhammetje hebben we gegeten. Vanavond hebben we eigenlijk een beetje van alles en nog wat gegeten. Ik was van plan om het Good To Go pakket te bestellen. Maar ik wist dat het pas na 6 uur opgehaald kon worden. Dus we zaten qua avondeten wel een beetje te bedenken van ja, goh, hoe gaan we dat dan regelen. Maar ik had nog de kwark, dus ik heb pannenkoekjes gemaakt. Ik had nog wat witlof, dus ik heb witlofsalade gemaakt. Dus we hebben eigenlijk een beetje allerlei dingetjes gegeten die nog in de koelkast stonden. En dat laat ik je nu graag even zien. Zojuist ben ik dus naar de Co-op gegaan. Daar heb ik 2 Too Good To Go pakketten opgehaald vandaag voor 9,98 euro samen. Wat zit erin? Dan weten we ook wel wat we gaan eten natuurlijk de komende paar dagen. Nou, wat in elk geval heel erg mooi is, dat is dat we een grote zak van 2 kilo aardappelen hebben. En dat komt heel erg goed uit, want we hadden dus geen aardappelen meer. Dit zijn biologisch. Dit is biologisch winterpeen 1 kilo. En ik zag het al toen ik in mijn tasje aan het laden was. Ik denk, nou, met de aardappeltjes en met de winterpeen kunnen we natuurlijk een stampotje maken. Dus ik denk dat we dat in elk geval gaan doen morgen of overmorgen. Verder hebben wij een aardappel-ijssalade. Deze ken ik volgens mij niet. Ik weet ook niet of dat je die ergens bij moet eten. Bijvoorbeeld met brood of stokbrood. Of dat je die zo moet eten. Maar dat zien we dan vanzelf alweer. We hebben hele lekkere framboosjes erin zitten. En dat is natuurlijk altijd goed.
Ik ga zo meteen de kinderen nog even blij maken, want we hebben er een Mona toetje in zitten. En dit is echt wel denk ik een van de lekkerste Mona toetjes die er is. Dit is een frambozen pudding met een rode bessensaus. Deze en een of andere chocoladepudding, ook van Mona. Die hebben we ook vaker gehad, die is ook super lekker. Dus dat is ook leuk om te hebben. Dit is een pakje half om half gehakt. Nou, dat komt dan ook wel mooi uit. Als we een stamppotje gaan maken, kunnen we daar gehaktballetjes bij gaan maken. We hebben een rundvlees salade schotel. Die kan dan weer mooi met die aardappel ijsschotel. Ik ben ondertussen wel eventjes aan het nadenken wat we allemaal kunnen maken. Ondertussen krijg ik weer allemaal berichtjes volgens mij. Dit is een bleekselderij en ik zag dat we die in het andere Too Good To Go pakket ook hadden zitten. En dan ben ik dus al heel erg benieuwd naar jouw recepten met bleekselderij. Want ik ben, ik weet eigenlijk niet zo goed wat we daarmee moeten doen met bleekselderij. Ik heb het ooit eens een keertje gemaakt. Lennon die had toen een lentefeest op de Peuters speelzaal en toen heb ik een soort rupsje nooit genoeg hapjes gemaakt. Dat was met bleekselderij, dan moest je geloof ik hummus in doen en dan kon je druiven erop doen en dan had je een soort van een rupsje nooit genoeg. Ik zal eens eventjes gaan zoeken of dat ik daar nog een foto van heb, dan als dat zo is dan zie je die nu in beeld verschijnen. Als laatste in dit pakket hebben we spruitjes. Nou, en Delen die was mee en die zag dat al en ze had zoiets van, oeh ja, spruitjes. Nou, we hebben deze week natuurlijk al spruitjes gegeten, want die zaten eerder deze week ook al in de Too Good To Go pakket van de Jan Linders. Maar ik weet dat ze dat hier niet zo heel erg vinden, want ze zijn hier gek op spruiten. Dus we hebben ook nog spruitjes erbij. Dan gaan we verder met ons tweede pakket. Daar hebben we een aantal dezelfde producten in zitten, namelijk de aardappeltjes. Bleekselderij. De worteltjes, de winterpeen. Het gehakt. En de aardappel-ijssalade. We hebben ook nog een aantal andere dingetjes erin zitten. En dat is een pasta salade tomaat. Nooit gehad, maar het ziet er wel echt heel erg lekker uit. Het is met zongedroogde tomaat, Italiaanse kruiden en Noord-Hollandse oude kaas. Ik weet niet of dat jullie het goed zien. Ja, ik heb perfect gelakte nagels. Delen die had vorige week haar kinderfeestje. Het was een spa-feestje, dus mijn nagels werden gelakt. Ik moet er vanaf, want het is nu allemaal een beetje los en later. Maar goed, dus kijk niet naar mijn nagels. Maar naar dit. Het ziet er echt heel erg lekker uit. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat smaakt. We hebben, hoe heet die dingen, radijsjes erin zitten. En die vindt Delen heel erg lekker om de maatschappij mee te nemen naar school. Dus ik denk dat dat morgen ook gaat gebeuren. Dan hebben we wat rode besjes erin zitten. Nou, die gaan hier ook altijd prima op. Geen problemen mee. En we hebben een citroenvla. En deze die hebben we al eens vaker erin gehad. En het is geen vla die wij normaal gesproken zelf zouden kiezen als we in de supermarkt zijn. Maar we hebben hem dus al een aantal keer in een Too Good To Go pakket gehad. En hij smaakt eigenlijk heel erg goed. Lekker fris. En ik denk dat dit toch wel ook een van onze favorietere smaken vla is geworden inmiddels. Dus die is heel erg lekker. Nou, aangezien dat ik toch in de supermarkt was, heb ik zelf ook nog wat boodschapjes gedaan. Ik heb namelijk appels meegenomen. Die waren op. En ik heb uien meegenomen. Want aangezien dat ik dus die worteltjes zag en ik zag de aardappelen, ik denk, dan kan ik daar een hutspotje van maken. Dat is natuurlijk wel lekker met uien. En die had ik niet. Ik heb nog wat dingetjes. Deze chips, die was in de aanbieding 1-in-1 gratis. Dit is echt een van mijn favoriete smaken chips. Die vind ik echt super lekker. Die koop ik normaal nooit. Die koop ik dus eigenlijk alleen maar als die in de aanbieding is. En nu was die 1-in-1 gratis. Dus vandaar dat ik daar twee zakjes van heb meegenomen. Dan hebben we nog een limonadesiroopje voor de kinderen. En ik heb cashewnoten meegenomen. Want ik was eventjes snel aan het googlen in de supermarkt. Ik denk, nou, ik had die bleekselderij gezien. Ik denk, wat kun je daarmee doen? Eén recept was ik tegengekomen. Dat was met kip en cashewnoten. Dus ik heb het niet echt heel erg goed doorgelezen. Ik heb alleen gezien kip cashewnoten. Ik denk, nou, dan neem ik cashewnoten in elk geval al mee.
En ik denk dat ik in elk geval daar iets mee ga doen met kip en cashewnoten. Ik denk dat ik de andere bleekselderij in ga vriezen. Dus zoals ik al vroeg, heb je lekkere recepten met bleekselderij? Laat dat dan zeker eventjes weten in de reacties hier beneden. Want dan kan ik daar iets mee gaan maken. In totaal was ik voor deze boodschapjes €8,95 kwijt. Dus die komen ook op ons lijstje erbij te staan. Nou, en dan was dit mijn video van vandaag. En dan gaan we morgen weer iets lekkers maken. Voor nu wil ik heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video te missen.